Nu, aan tafel, met Connie Kraaijenveld. Muziek van Petra Berger. Life Goes On. Met Safina was dat, hè? Goedemiddag, Petra. Hi, goedemiddag. Ja, Alessandro Safina. Ja, fantastisch. Ja. Wat leuk dat je er bent. Hartelijk welkom. Ik zal nog even officieel openen. Aan tafel met Connie Kraaijenveld. Het is namelijk bijna 12 jaar geleden dat ze met een nieuw album kwam. Maar in de tussentijd heeft zangeres Petra Berger alles behalve stilgezeten. Druk bezig om door middel van crowdfunding geld bij elkaar te krijgen om een nieuwe cd op te nemen. En wat is dat toch, crowdfunding? Waarom zijn artiesten steeds vaker afhankelijk van de bijdrage van anderen? Nou, ik ga het aan de vragen, want ze zit bij mij aan tafel. Petra Berger, goedemiddag. Dankjewel. We hebben jou gezien met Kerst, denk ik, of zo? Ja, ik ben bijna vaste gast hier, dat is heel fijn. Leuk dat je er bent. Ja. Laten we meteen eens met de deur in huis vallen, Petra. Wat is dat toch, dat artiesten van vandaag de dag geld moeten inzamelen om een album op te nemen? Kun je dat uitleggen? Ja, dat is eigenlijk ontstaan doordat er 2 belangrijke dingen veranderd zijn de afgelopen 10 jaar in Nederland.
En in de hele wereld. De digitalisering van muziek. Dus de cd is eigenlijk verdwenen. Er zijn geen winkels meer. Alles is alleen nog maar op download verkrijgbaar. En daar zit eigenlijk geen terugverdienmodel in. Dus een platenmaatschappij investeerde vroeger een behoorlijk bedrag. En die wisten dan bijna zeker, als ze vertrouwden op het product, dat gaan we terugverdienen. Ja. En dat is dus nu niet meer zo. Dus platenmaatschappijen zijn heel terughoudend. En als ze het al doen, dan is het vaak de afspraak dat ze dan ook de helft van al je inkomsten krijgen. Dus ook van je optredens. Dus dat gaat best wel heel ver. En ze zijn heel voorzichtig. Dus dat is meestal gekoppeld aan tv-programma's als The Voice. Als mensen al een enorme lift hebben gekregen, dat ze dan een contract krijgen. Maar er wordt niet veel meer geïnvesteerd. En het tweede ding is natuurlijk dat de subsidies zijn dichtgedraaid in de culturele sector. Waardoor bijvoorbeeld ook zelfs het Metropoolorkest bijna zijn hoofd niet boven water kan houden. Ja. Nou heb ik nooit subsidies gevraagd en gekregen. Maar ik hoor dat om me heen wel. Dat ook een oorzaak is dat heel veel mensen op zoek gaan naar andere manieren. Om toch, ja, weet je, dat iedereen die vanuit zijn bezieling iets doet op vlak van kunst of naar muziek of schilderen, schrijven. Je wilt het gewoon zo graag doen. Dus je gaat gewoon zoeken naar een andere weg. Maar hoe zit dat dan? Want bijvoorbeeld artiesten als Ilse de Lange, die worden er wel rijk van. Ja, is dat dan een kwestie aantal van hits maken? Ja, ik denk dat je kunt zeggen dat er een aantal zijn die echt in die bovenlaag zitten. Die ook heel vaak lucratieve sponsorcontracten krijgen van bedrijven. Vergis je niet hoeveel merken koppelen aan al echt zeg maar A-status artiesten. Dat is Nick en Simon. Daar worden heel vaak ook heel veel kosten uit betaald. Dus dat is eigenlijk een hele kleine bovenlaag in Nederland. En daaronder zitten in allerlei gradaties andere mensen die ook heel graag iets moois willen maken. Die het heel zwaar hebben. Maar je moet een platenmaatschappij hebben of niet? Want jij hebt geen platenmaatschappij. Nee, ik heb geen platenmaatschappij. Ik heb afgelopen twee cd's, dat waren niet de grote orkestrale cd's, maar één met Jan Veen samen en een live opname van een Streisand concert, heb ik in eigen beheer gedaan. Dat is ook helemaal nieuw. Ja. Maar dat doe je dus ook alles zelf, van A tot Z. Dus waar vroeger een team van 8-9 mensen mij hielp, bij Universal Music was dat, ben ik dat helemaal alleen gaan doen. En dat wil ik nu weer proberen. Alleen het verschil is nu dat ik nu een orkestraal album wil maken. En daar zitten gewoon veel meer kosten aan, omdat je je moet je muzikanten betalen. Ja, orkestmuzici, arrangeurs, de studio. Maar is dat niet gekmakend? Word je daar niet ontzettend verdrietig van? Want je wil het wel heel graag. Je bent bezield. Je hebt een fantastisch mooie stem. Ja, en je moet eigenlijk gaan leuren om een beetje geld bij elkaar te krijgen. Dat is heel vervelend. Ja, ik heb er ook heel lang over getwijfeld om dit te gaan doen. Ik had daar echt voelde wel een weerstand erbij. Ja. En heb ook wel eerst bij bedrijven en zo om sponsoring geprobeerd. Maar die zijn ook allemaal heel voorzichtig. En dat lukte ook niet echt. Dus toen dacht ik van, nou ja, als ik dit nu zo graag wil, ik ga het gewoon proberen. We gaan het daar zo meteen over hebben. Maar wat zegt dat over het huidige muziekbeleid in Nederland, denk jij? Dat je tegenwoordig maar inderdaad aan een voice mee moet doen. Ja. Of een sponsorcontract dat je met merken op je shirtje loopt. Of je moet een mazzel hebben om heel veel hits te scoren. Dan red je het wel. Ja. Want ik heb natuurlijk vaak gasten in aan tafel. En die zeggen ook wat jij zegt. Die zeggen van, een cd opnemen kan ik niet betalen. En daarom ga ik maar theater in. Ja. Want dan heb ik nog een beetje opbrengsten uit de kaartverkoop. Ja, het live, zolang je als artiest live kunt optreden. En dus ook een publiek hebt opgebouwd. Wat ik gelukkig heb de afgelopen 20 jaar heb ik gewoon echt wel hele trouwe fans gekregen, waar ik heel dankbaar voor ben, die komen. Ja. En daarmee kun je natuurlijk nog steeds die muziek live delen. Maar ik krijg gewoon heel vaak de vraag van, ja, wanneer komt er nou ook weer iets nieuws? En weer is zoiets waar we jou van kennen uit de begintijd. Ja. Ja, en dan moet ik steeds zeggen, ja, sorry, het gaat niet. Dus vandaar nu deze sprong in het duister. Ja, sprong in het diepe. Is dat eigenlijk in het buitenland ook het geval? Want die discussie komt in aan tafel ook heel vaak aan tafel. Dat mensen zeggen van, joh, Nederlandse artiesten die ooit, laat maar zeggen, bekend waren. Als je geen hits meer scoort, dan lig je in de goot. Terwijl landen als Amerika, Frankrijk, die eren gewoon hun sterren van toen. Ja, die koesteren dat wel meer. Ja. Ik denk dat zeker als je bijvoorbeeld naar Frankrijk kijkt, daar is gewoon een verplicht percentage wat aan nationaal product, gewoon voor Franse artiesten, gedraaid moet worden op de radio en aandacht moet krijgen op tv. En ik zou wel willen zeggen, ja, dat zeker Hilversum, hè, de NPO, dat daar wel wat meer koestering mag zijn. Je mag blij zijn als je mag komen. Dan mag je 1 of 2 minuten mag je heel snel even iets doen. Dan moet je je liedje in elkaar prakken tot een uitreksel bijna. Ja. En that's it. Maar dat is ook omdat dat allemaal op heel veel plekken ook gesponsord wordt. En de sponsors zeggen, muziek is inkomstenderving, want dan gaan mensen zappen. Dus het heeft heel veel oorzaken die helemaal niks meer met
kunst en muziek te maken hebben. Misschien is het wel een beetje de teleurgang van goede muziek. Nou, ik denk als dit zo doorgaat, dan komt er steeds minder mooi product. Mensen die kunnen de stap gewoon niet meer maken. Ja. En mensen die het eigen gelden doen, dat is op een gegeven moment ook op. Want daar verdienen ze het ook niet meer aan terug. Maar zou je ook niet tegen jouw fans kunnen zeggen van, joh, ga een beetje met de tijd mee. Je kunt zo inloggen, je kunt hem zo downloaden. Ja, het probleem is dat downloaden eigenlijk voor de artiesten en ook voor de componisten, want die hebben het ook heel zwaar, nauwelijks iets oplevert. Ja, ja. Ik krijg dan voor bijvoorbeeld een nummer wat downloadbaar is, krijg ik een afrekening met 30 paginaatjes A4 en staat er onderaan €110. Nou, dan kun je toch weer lekker van eten. Ja, dus dat is. Nou, dat hebben zelfs de grote artiesten zijn aan het weigeren om dingen online te zetten. De Amerikaanse artiesten ook, omdat het bizar is wat daartussen blijft hangen aan adverteerders en een paar grote partijen die dat opsnoepen. Dus en die worden dus ook alleen maar rijk van het optreden? En niet van hun liedjes op Spotify. Als je wereldwijd natuurlijk Beyoncé bent, dan krijg je de wet van de grote getallen. Dan wordt het waarschijnlijk wel interessant, maar dan moet je wel echt groot zijn. Oké, ik snap het. Hoeveel heb jij nodig? Ik heb het hier niet liggen, hoor. Dat je niet denkt van, Connie trekt zo de portemonnee. Dat vind ik nou weer jammer, Connie. Daar kwam ik voor. Nee hoor, grapje. Wat heb ik nodig? Ik heb een doelbedrag gesteld bij voordekunst.nl van €25.000. En we zitten nu op 6200. Oh. En ik heb nog 29 dagen. Dus ik slaap wel een beetje onrustig. Oh, wat en van wie moet dit geld komen, denk jij? Ik hoop dat het van de mensen komt die natuurlijk heel graag de cd willen horen, die mijn muziek mooi vinden, die in het theater komen. Dat zijn duizenden mensen per jaar. Alleen er hebben er nog misschien 100 nu meegedaan. Dus ik roep eigenlijk op om mensen die naar het theater komen, of die dit ook willen ondersteunen. We gaan daar zo meteen over doorpraten. Dan gaan we inmiddels even luisteren naar jouw stem. Dan kunnen we nog even horen hoe mooi die is. Partapiu Piano. Parla. Oh, parla. Kun je dit liedje uitleggen? Wat is dit? Het is een, mensen herkennen het waarschijnlijk wel, de themasong uit de film The Godfather. Ja, ja. Ja, ik vind het heel mooi. Behoeft eigenlijk geen introductie. Petra Berger. Parla più piano. Sentirà il nostro amore, lo viviamo io e te, nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore così. Parla più piano e vieni più vicino a me, voglio sentire gli occhi miei dentro di te, nessuno sa la verità di un grande amore mai più.
Parla Pew Piano uit de film The Godfather. En dat komt op haar nieuwe cd van Petra Bergen, als die er komt. Petra, we hadden het net over crowdfunding. Mensen die jou willen steunen, zodat het album er ook daadwerkelijk komt. Wat moeten die doen? Dat kan online. Dan kunnen ze naar voordekunst.nl. Dat is de website. En dan in het zoekschermpje Petra Bergen invullen. Dan krijg je een hele pagina, ook nog met filmpjes en muziek en het verhaal achter mijn plan. En daar kunnen ze kiezen uit een aantal tegenprestaties. Want het is niet zo dat je ze alleen maar geven en niks krijgen. Je kunt bijvoorbeeld voor een donatie, afhankelijk van je bedrag, kun je de cd als een van de eerste thuisgestuurd krijgen met een handtekening. Of je kunt uitgenodigd worden voor de cd-presentatieparty of een zangworkshop volgen. Ga ik ook nog doen. Oh, wat leuk. Ja, er staat wat tegenover. Ja, precies. Er zijn eigenlijk allerlei dingen die je kunt kiezen, afhankelijk van het bedrag dat je kunt en wilt doneren. Ja. En dan is er een tegenprestatie, noemen ze dat. En mensen die storten, die hoeven ook niet bang te zijn dat als het niet lukt, dat ze het geld kwijt zijn. Want voor de kunst bewaart dat geld totdat het gelukt is, totdat het bedrag behaald is. En dan krijg ik het pas. Ja, en als het niet lukt, dan krijgt iedereen zijn geld weer teruggestort. Noem nog één keer die site. Voordekunst.nl. Wat ga je nog meer allemaal doen? Want je gaat ook het theater weer in. Met Italiaanse repertoire, toch? Volgend theaterseizoen ga ik 2 verschillende programma's doen. Afgelopen jaar heb ik Streisand programma gedaan, Tribute. En dat was zo leuk dat heel veel theaters dat graag ook wilden. Dus we hebben daar een reprise, noem je dat dan, van. En ik ga het even zeggen wanneer het is. Doe maar. 18 november in de middag is dat, een zondagmiddag in Tivoli in Utrecht. Ja. En ja, het nieuwe programma, dat is gekoppeld dan aan dit nieuwe idee voor de cd. Dat heet Passione Italiana. Dat zijn allemaal Italiaanse stukken. Dat wordt het album ook. Bekende stukken, maar ook nieuwe stukken. En dat ga ik doen met een half Italiaanse, half Nederlandse band. Oh, wat leuk. 2 Italianen en 2 Nederlanders. Ja. En het leuke is dat een van de muzikanten, Alessandro Neri, die is ook chef-kok. En die gaat van tevoren ook een heel Italiaans buffet voor de gasten maken. Dus, en daarna stapt hij het podium op en gaat hij musiceren. Wat leuk. En dat is muziek. Dat zijn muziekstukken van Italiaanse mensen als Ennio Morricone, Riccardo Cocciante. Dat soort klopt. Het zijn echt mooie Italiaanse stukken. Ook wel het licht klassiek. Ook eigen stukken van mijn albums. Stella Promessa. En dan gaan we een heel verhaal over Italië omheen vertellen. En dat wordt sowieso heel leuk. En dat gaat sowieso door. Dus dat is wel heel fijn om te weten. Goed. Dus alles op een rijtje zetten voor de sponsoring of voor de crowdfunding, www.voordekunst.nl. En dan even zoeken op jouw naam. En voor alle andere dingen die jij gaat doen op jouw site kijken? Ja, gewoon www.petraberg.nl. En daar kun je ook weer doorlinken naar Voor de Kunst. Dus dat moet te vinden zijn, denk ik. En om het nog even spannend te maken, wanneer is de sluitingsdatum? Ja, 25 juli al. Dus het schiet al heel erg op. Ja. Oh, ja. Nou, we mogen natuurlijk niet tegen mensen zeggen dat ze moeten storten. Maar toch maar wel bij deze dan. Petra Berg, ik vond het leuk je aan tafel te hebben. En succes met de actie. Ja, dankjewel.